Hallo, goedemorgen. Ik ben Erik Talens en ik ben derdejaars geneeskundestudent. Het is nu een vroege zondagochtend. Het is nog donker buiten en ik ga zo meteen op pad naar het zuiden van Nederland om daar met Joost te gaan praten over zijn ervaring die hij heeft gehad met het krijgen van kanker door HPV. Ik neem jullie daarin mee. Dag. Hi. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Erik. Joost. Welkom. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ben jij die? Ja, dat ben ik. Ik ben iemand die fanatiek naar de sportschool gaat. Nou, ik zie dat je van een wijntje houdt. Nou, nee, niet echt eigenlijk. Ik drink eigenlijk niet, maar het is meer voor de show, onze wijnpaal. Ik zou graag willen beginnen om te kijken wie je een beetje bent. Zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? Ik ben Joost van de Ven. Ik ben 38 jaar. Dagelijks leven ben ik gynaecoloog. Ik sport graag. Vaak in de sportschool te vinden. Ik woon hier samen met mijn vriendin. En wij hebben twee kinderen, noemen wij het altijd. Twee honden waar wij heel wat uren per dag mee bezig zijn. Je hebt de afgelopen periode best wel een zware behandeling gehad en veel in het ziekenhuis geweest. Zou je hier iets meer over kunnen vertellen? Ja, het is inderdaad een hele zware tijd geweest. Ik bemerkte op een gegeven moment een zwelling in mijn hals. Ja. Waar ik op zich niet heel veel last van had, maar het voelde echt als een bult aan. Vooral bij het sporten merkte ik gewoon dat daar iets in de weg zat. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet hier toch echt iets mee. En toen ben ik naar een collega internist gestapt en gevraagd van, goh, ik voel hier een bult, het voelt niet goed, ik maak me daar heel erg zorgen om. Wil je er eens naar kijken? Ja. Ja, toen is het hele traject begonnen om erachter te komen wat het precies was. Ah, okay. Ik heb in het begin van het traject een operatie gehad, waarbij ze dus de bult in mijn hals weghaald. En toen het bleek kanker te zijn, heb ik heel veel bestralingen gehad. Ik ben in totaal 34 keer bestraald en dat gebeurde 6 keer in de week. En door die bestralingen word je het gebied wat bestraald wordt heel erg kapot gemaakt. En daar word je ontzettend ziek van. Ja. En dus daar heb ik wel heel veel last van ondervonden. Nou, uiteindelijk bleek dat het kanker was in je nek. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ja, uiteindelijk bleek de bult in mijn hals een uitzaaiing van hoofd-halskanker te zijn. Ja. En heel specifiek mond-keelkanker. Veroorzaakt door het HPV, het humaan papillomavirus. Nou, je geeft dus aan dat het eigenlijk door het HPV gekomen is. Zou je iets meer kunnen uitleggen wat HPV nou precies is? HPV staat voor humaan papillomavirus. En dat is een virus wat 80% van alle mannen en vrouwen één keer in het leven wel bij zich draagt. En het is een virus dat seksueel overdraagbaar is. En een aantal typen van het humaan papillomavirus kunnen ook verschillende soorten kanker veroorzaken. Maar heb je dan een heel losbandig seksleven? Nou, dat valt wel mee. Maar het is goed te beseffen dat het humaan papillomavirus ontzettend besmettelijk is. En als jij één keer contact hebt met iemand die het HPV bij zich draagt, de kans al 60% is dat jij het ook oploopt. Nou, je zei net dat 80% van de mensen wel besmet wordt met HPV. Maar niet iedereen krijgt daar kanker van. Bij jou is dit wel gebeurd. Hoe is dat zo gekomen? Ja, goede vraag. Als je een virusinfectie oploopt, duurt het ook nog heel lang voordat je kanker gaat ontwikkelen. Ze denken 10 tot 15 jaar. Dus hoogstwaarschijnlijk heb ik het virus al lang geleden opgelopen. En er zijn wel risicofactoren waardoor je het virus zelf niet zo goed kan oplossen. Verklaren, zoals dat genoemd wordt. En dan wordt gedacht aan roken of je immuunsysteem dat niet goed werkt. Maar ik rook niet, ik ben sportief en gezond. Maar ik denk dat er ook een grote factor pech bij zit. Ik heb gelezen dat elk jaar 1100 vrouwen en 400 mannen kanker krijgen door het HPV-virus. En dat daarvan ook elk jaar 600 mensen overlijden. Dat is ruim een derde. Mag ik dan zeggen dat jij geluk hebt gehad? Ja, ik denk dat geluk relatief is in deze. Ja, doodgaan is natuurlijk het ergste. Mm-hmm. Maar ik denk ook niet dat je moet onderschatten wat de behandelingen met je doen. En het ook op lange termijn restklachten kan veroorzaken. En het is ook zo, als je bent behandeld voor deze vorm van kanker, dat het helaas niet zo is dat het dan ook altijd wegblijft. In mijn geval is de kans dat het terugkomt ongeveer 5 tot 10% de komende jaren. En dat is wel iets waar ik me toch nog wel veel zorgen om maak.
Je kan je tegen de gevolgen van HPV beschermen. Er is een vaccin. Maar waarom heb jij je eigenlijk niet laten vaccineren? Ja, ik zou willen dat dat had gekund. In die zin, ik ben nu 38. Het vaccin is sinds 2009 ongeveer op de markt. En betekent dat toen ik jong was, het er gewoon helemaal niet was. Dus ik heb inderdaad nooit laten vaccineren. Nou, alle jongens en meisjes vanaf 9 jaar krijgen nu een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Wat zou jij hun aanraden? Ja, je zult mij niet heel snel horen zeggen dat iedereen zich verplicht moet laten vaccineren, want dat werkt ook niet, denk ik. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen de juiste informatie krijgen en weten waar je het voor doet. Mm-hmm. Je kunt er kanker van krijgen, jongens en meisjes. En het lijkt erop dat je dat door de vaccinatie dat grotendeels kan voorkomen. Ja, volgens mij is het dan 1 in 1 is 2. Zou jij je nu nog laten vaccineren? Nou, als ik wat jonger was geweest, had ik het zeker laten doen. Maar ik ben helaas nu en wat ouder. En door wat ik heb meegemaakt, uitgezaaid kanker heb gekregen, heeft het waarschijnlijk ook helemaal geen zin meer voor mij. Het is dus echt voor mij te laat.